Ja, natuurlijk. 15 oktober was de internationale dag van Witte Stok. We hebben een actie gehouden in Playa, in de straat van El Mundo en Wilhelmina Park. We hebben met verschillende mensen, cliënten rondgelopen, informatie uitdelen en ook oversteken met de Witte Stok. Waarom informatie geven aan de aan de personen van Bonaire? We willen de inwoners hier op Bonaire bewust worden dat we hebben hier ook op Bonaire mensen die Witte Stok gebruiken. Dus we willen gewoon even de mensen bewust maken dat we hebben hier mensen die oversteken en rondlopen die ook gemaakt worden van een Witte Stok. Dit in grotere landen is heel bekend, maar hier blijkbaar, ja, laten we zeggen, bijna niet. Wat moet gebeuren? Volgens mij moeten we een beetje meer informatie uitdelen en een beetje inricht hebben over de straten, de wegen hier op Bonaire en ook de immigratie van de bewoners hier op Bonaire, die de mensen zelf van die gebruik maken van de Witte Stok, ook een beetje zelf minder schaam hebben om rond te lopen met die Witte Stok. Natuurlijk heb je het over straten, maar er zijn een paar, laten we zeggen, struikelblokken. Wat zijn dit? Bijvoorbeeld die borden, borden die we rond zien in de straten, de banken. See, er zijn verschillende dingen die het moeilijk maken voor de mensen die een stok gebruiken om rond te lopen in Playa, zeg maar. Er zijn, je zei het net, er zijn toch een paar mensen hier. Hoe voelen de mensen dit? Want hun zijn degene die het probleem hebben. Ze voelen het niet zo veilig voor hun. Dus ze hebben een beetje probleem om rond te lopen independent. Dus ze komen altijd bij ons om een paar tips te kunnen krijgen. Hoe kunnen ze meer independent lopen hier abonneren. Een witte stok is eigenlijk niet voor iemand die helemaal blind is. Een witte stok is een hulpmiddel die wordt gebruikt voor een persoon die een visuele beperking heeft. Je kunt gewoon een beetje verlies hebben van je ooggezicht. En je kunt vanaf die tijd gebruik maken van een stok. Hier achter mij zijn er verschillende stokken. Als je goed ziet zijn verschillende lengte ook van de stokken. De kortste stok is eigenlijk om te laten weten dat ik een visuele beperking heb. En die lange stok zijn gewoon voor mensen die helemaal blind zijn of die moeite hebben om een gat of een treed te kunnen zien. Natuurlijk is dit tijdens het lopen heel moeilijk voor deze mensen. Hoe moeten ze dit gebruiken eigenlijk? Ja, iemand die gebruik wil maken van een van deze stok, kom even langs bij ons. En we kunnen techniek geven of revalidatie geven aan deze mensen. Vooraan dat ze kunnen gebruik maken van de straat of van een stok. De publiek van Bonaire, die kijkt naar jou op deze moment. Heb je een boodschap voor hen? Ja, wat kan ik uitdelen is gewoon, laten we gewoon even bewust zijn. Dat we hebben ook mensen hier die gebruik maken van een stok. Een paar tips dat ik wil uitdelen met jullie is, als je iemand met een stok ziet, stop voor die persoon. Want deze persoon heeft altijd vooraan. Als je iemand met die stok wil helpen, vraag eerst als je kunt helpen en hoe kunnen die mensen helpen. Mensen die meer informatie zouden willen, hoe kunnen ze dat doen? Ja, ze kunnen graag ons Facebook-page van zorgen we zijn bezoeken. Like onze page. Je kunt daar op deze page vaak tips krijgen, informatie. Of we hebben altijd één keer per maand een kenniscafé. Die kun je zelf uitmaken hoe iemand met een ziekte van het kun van gehoor, het kun van zien, meemaakt. Dus gewoon, je kunt ook bellen bij 717-5765.